Ja, even gordeltje af. Lekker even. Heerlijk. Paardpaarden is momenteel niet beschikbaar. Ja, dat zal. Het was heel fijn dat dat niet beschikbaar is. Ik heb hier iets voor jou. Ja, moeten we even goed... Een bonnetje. Ja, dat is heel fijn. Die krijg je van mij. Niet voor jou. Wat voor mij. Ah. Niet voor mij. Zet in. Cheers. Cheers. Ja, nou, welkom weer bij Random Vragen, jongens. Gewoon random. We gaan weer even lekker van een McDonald's eten. Is leuk. Ja. Ik heb niks op Insta gevraagd of een vraag. Want dat heb ik nog niet in de gaten. Maar wij zijn nog altijd Roderick en Karin. Ja, geweldig. Ja. Heerlijk. En nou ja, jij zei al en dat je een vraag voor me had. Vertel, ja. Vraag. Waarom zijn random vragen voor jou leuk? Mm. Ik had je niet verwacht. Hm? Wat? Je had je niet verwacht. Nee, nou en, nou en. Nou ja. Zo, en zo krijg je gewoon wel en wel gewoon een beetje inzicht in onze denkwijze voor de kijkers. Hm. Denk ik. Denk ik, ja. Maar, wij zijn vanaf volgende maand, 11 december 2022, zijn we al 4 jaar getrouwd. We houden het aardig vol. Best wel. Moet ik zeggen. En we hebben zo af en toe onze ups en downs. Dat heb je overal. Maar hoe vind jij het gaan? En heb jij nog tips, tricks voor andere mensen die willen gaan trouwen? Mensen die willen gaan trouwen, begin er niet aan. Alleen maar ellende. Er komen alleen maar kinderen van. Nog meer ellende. Tenzij je het heel graag wil, dan zou ik het aanbevelen om het wel te doen. Nee, maar even. Serieus, kom op. Nee, ik ben serieus. Nog niet aan beginnen. Nee, maar waarom niet? Waarom niet? Omdat er alleen maar ellende van komt. Waarom? Welke ellende? Nou, die ellende is dat je soms niet helemaal op één lijn zit. Je begrijpt elkaar niet, dus dat geeft spanningen. Ja. En soms zijn die spanningen te veel. Ja. En dan zeg je van nou, het hoeft niet meer. Als je dan niet getrouwd bent, dan zeg je van oké, prima. Ja, jouw ding, ik mijn ding. Doei. We zien elkaar volgende week maar weer. Of morgen, weet ik het. Ja, maar wij zijn dus wel erg getrouwd en het gaat gewoon goed, zeg maar. Jij en jij hebt je eigen woning, dus bekijk het eens even van, van onze kant. Hoe, wat en wat zou je dan even de mensen gaan adviseren? Hoe? En dan niet zeggen alleen maar van ja, niet en niet aan beginnen, maar stel en ze zijn er wel aan begonnen. Oké, wat en wat zijn jouw tips? Nou, als je wil dat het goed blijft gaan, laat elkaar in de waarde. Ga elkaar niet uitschelden voor rotte vis, dat helpt ook niet. Niet, jammer. Nee. Dat wou ik net gaan doen. En heb je een verschil van mening, probeer dan objectief te blijven. Niet alle emoties erbij gaan halen, want dan word je alleen maar kwaad van en verdrietig en weet ik wat allemaal. Dan verduistert dat jouw logisch denkvermogen. Van wat is nou het werkelijke probleem? Ja. Denk ik toch. Oké. En waarom denk je dat? Omdat er soms een woord gezegd wordt, terwijl een ander woord bedoeld wordt. Ja. Dus dat geeft dan een misverstand. Mhm. En kan je een voorbeeld noemen? De conversatie met iemand aangaan. Ja. Zeg van, ja, dat ga je met iemand praten. Nee, dan bedoel jij dus de confrontatie, het botsen. Uh-huh. Dat is wat jij bedoelt. Ja. Dus als de honden de conversatie met elkaar willen aangaan, dan denk je, nou, laat die honden lekker met elkaar praten. Dan maak je juist blaffen. Helemaal goed. Ja. Maar als ik tegen elkaar gaan grommen en vechten, dat is een confrontatie. Ja, nou ja. En dat zijn dus de verschillen in betekenis van de woorden die jij gebruikt. Ja. Dat is voor mij lastig, omdat dus ik moet eigenlijk een Kaliniaans Nederlands woordenboek hebben. Bijna wel. Dus dat geeft dan verwarring en frustratie, boosheid en dan kan dat een beetje te veel oplopen. Zoals ze gewoon zeggen, nou dat is het woord, dat is de betekenis, dat is wat ik bedoel. Ja, voor jou ja, maar voor mij kan, ja, dat en dat lukt mij niet. Nee. Mag ik heel even? Ja, je mag heel even. Wat ga je doen dan? Nou, een beetje. Ja, wel. Nee.
geen idee. Maar kijk. Maar, ja. Maar heb jij een vraag nog voor mij? Nou ja, wat ik wil zeggen. Mochten jullie tips hebben voor Ro, wat Ro dus net zei. Laat even hier beneden weten. Ja. Of stuur een mailtje. Bijvoorbeeld. Of geef een leuke reactie achter. Ja. Maak een eigen vlog en tik TikTok erin. En dan vinden we het wel weer terug. Ja. Maar als jij mocht kiezen. Ja. Ik noem maar even twee fastfood gelegenheden die een beetje met elkaar concurreren. Ja. De Mac of de King? Ja, en wat moet ik dan kiezen? Ze staan vlak naast elkaar. Eén links, één rechts. Je mag een deur binnen gaan, je mag bestellen wat je wil. De BK. De BK. Burger King. Waarom zou jij de BK kiezen dan? De smaak is fijner. Hij is even iets duurder dan de Mac. Maar je krijgt wel meer waar voor je geld. Oké. Duidelijk. Ja. Ik zag net iets anders doen, maar goed. En bij de Mac zeker? De King voor de broodjes, de burgers, ja, zeg maar. Ja, oké. En de Mac voor de milkshake. Ja, maar dat zei jij niet. Nee, ik zei van je mag kiezen. Mag een deur links, mag een deur rechts. Mag bestellen wat je wil. Ja, maar... Je hoeft niet bij één ding te bestellen, je mag gewoon bestellen wat je wil. Ja, maar een Mac-shake of een milkshake. Ja, maar dat zei je dus net niet. Nee, ik zei, je hebt twee deuren, één links, één rechts. Zitten vlak naast elkaar, je mag bestellen wat je wil. Ja. Stel je een milkshake aardbeien bij de Mac of een milkshake aardbeien bij de King. Mag allemaal. Wat zou je kiezen? Ja, kijk, milkshakes en dat houdt al op. Maar dan zou ik inderdaad het broodje gewoon halen bij de Burger King. En dan de vulling, zeg maar, weer hier, zeg maar. Of zo, weet ik veel. Bij de Mac. Ja. En duidelijk. Ja. En ik heb nou een aantal maanden mijn rijbewijs nu. Mm-hmm. Ja, oké, ik rij wat stevig door. Ja, daar ben ik van bewust. Ja, sportief rij ik. Sportief rij ik. Dankjewel! Hey, dankjewel! Jee! Sportief rijden is eigenlijk asociaal hard rijden, maar goed. Ja, maar ik rij gewoon lekker door, zeg maar. En waar het kan, hè? En mag. En waar het mag, daar rij ik gewoon lekker sportief lekker door. Wat is sportief rijden? Gas op die lolly en door die krassen. Iedereen die redelijk zijn rechts inhalen. Nou, dat is niet sportief hoor. Nee, maar als ik op de uiterste baan daar rijd, dan haal ik niet in. En net zoals die gele Audi gisteren. Ja, maar die zat op de blokmarkering een keertje. En toen ben je wel rechts langs gegaan. Dus dat is eigenlijk een kijkersvraag. Twee vragen eigenlijk. In hoeveel situaties mag je rechts inhalen en kunnen je ze alle vijf noemen? Ja, dat mogen jullie doen. Vijf punten vervragen. Dan mag je nog 10 punten te verdienen. Ja, precies. Maar hoe vind je... Kijk, oké, ik ben wel langer al bezig met rijden. Al 9 jaar, et cetera. En ik heb wel eens gereden zonder rijbewijs. Ook dat weet ik. Ja, dat mag allemaal niet. Doe het maar lekker niet. Maar doe je het wel, dan is het jouw eigen risico. De mijne niet, maar oké. Nee. Gewoon lekker een instructeur. Maar hoe vind je hoe ik er tot heden... Want ik heb nog geen bekeuring gehad. Nee. Gisteren dan wel in Antwerpen geweest. Nou, dat is één grote baggerzooi. Ja, dat word ik van links naar gestuurd. Nou. Als je vanaf het begin moet kijken... Ja. Dat ik net deze auto had. Dat is wennen van even alles snufjes. Ja. Maar nu begin ik steeds meer te weten van waar de knopjes zitten. Ja. Hoe vind je dat als je moet gaan kijken van het begin en nu? Even dingen naast elkaar. Begin. Ja, hoe vond je hoe? Het begin is onwennig. Dus dan ga je alles uitproberen tot de max, zeg maar. Ja. Even de auto uittesten. Mm-hmm. De grenzen opzoeken. Ja. En nu weet je wat die grenzen zijn. En dan zeg je, nou, die grenzen die ken ik al. Dus dan gaan we het nu eventjes wat op een andere manier doen. Mm-hmm. Dan ga ik dus meer op het verkeer letten. Op het correct rijden. Mm-hmm. En als je dan wat harder moet rijden om eventjes snel ergens tussen te kunnen. Stel, er rijden auto's links, vlak achter elkaar, verderop is een plekje vrij. Je zit op de invoegstrook, ze laten je er niet tussen. Dan geef jij eventjes een beetje extra gas. Ja. Gaat er iedereen netjes voorbij, geeft er aanrif van ik wil nog steeds erin. Je gaat er netjes in en neemt dan weer gas terug. Ja. Ook bij die vrachtwagen, van hup, gas erop, langs, hup, de invoeger die handel. Ja, maar dan kun je dus nagaan.
voordat je eigenlijk voordat je rijbewijs had, net toen je net je rijbewijs had, was het vrachtwagen. Oeh, dan ga ik even afremmen dat ik erachter kan en dan kan ik daarna wel inhalen. Dat is wat je deed, zeg maar. Ja. Omdat je bang was voor vrachtwagens. Ja, maar sinds dat ik mijn eigen auto heb, dan nu niet meer. Nee, die angst die overwin je, zeg maar. Omdat je dus aan gewend raakt wat er gebeurt met de vrachtwagen. Die blijft gewoon 80, 90 rijden. Ja. Alleen, dus als je dat weet, dan kan je gewoon langs op je eigen snelheid. Alleen wat ik nog wel heel, net zoals vorige week, reed naar huis. En toen was nee, doe maar gewoon lekker dicht. Dat komt zometeen wel goed. Ik heb benauwd, dat is niet tegen. Nou, dan kijk wat ik dan kan doen. Dat is dit aanzetten. Daar naartoe. Daar naartoe. En dan daarop. Okay. Maar, wat wou ik zeggen? Ik ben even van een beetje van apropos. Van wat, ja. Waar was ik? Van die vrachtwagens. Oh ja. Van de week reed ik dus weer terug naar huis. En toen was het ook zo bagger weer. Mm-hmm. En op de N9, dan rij ik hier. En er kwam dus een vrachtwagen mij tegemoet. En plets! En daar schrok ik van. Eigenlijk een soort van adrenalinestoot kreeg ik omhoog. Ja, je krijgt iets op je afgestuurd. Ja, met water. Dus ik schrok. Ik oké, rustig. Het gaat toch wel weer. Maar toch even die schrik. Ja, je krijgt in wezen iets op je afgeduwd. Ja, maar hoe ga jij daarmee om? Of krijg jij ook nog steeds die adrenaline omhoog? Kijk, een soort van adrenaline omhoog. Nee, het enige is dus van oké, mijn zicht wordt opeens bijzonder belemmerd. Ja. Dus dan is het van oké, heel goed extra alert zijn voor wat gebeurt er om me heen. Rustig blijven rijden. Ja. De ruitenwissers doen hun werk wel. Mm-hmm. En op een bepaald moment neemt je zicht weer toe en dan kan je weer zien wat er om je heen gebeurt. Ja. Dus dat betekent dat je de status quo handhaaft qua rijsnelheid en richting, hoop ik toch? Maar ja, tuurlijk, want anders wel. Anders kom je ergens tegenaan of botst erop. Mm-hmm. Meestal is het van oké, ietsje gas terugnemen. Mm-hmm. Want degene die achter jou zitten, die moeten ook gas terugnemen. Die kunnen dat misschien dan wel zien. Ja. Maar dan rij je dus niet harder dan je voorganger. Dat is het punt. Nee, oké. Okay. Dan krijg je dan weer zicht. Oké, dan kan je weer gas bijgeven en weer doorrijden. Ja, oké. Maar wat ik dus net al zei, ik weet niet of ik daar een heel goed antwoord op heb gekregen. Voor mijn gevoel niet echt helemaal. Maar als je in het begin moet kijken van mijn rijbewijs en nu. Ja. Hoe vind je dat ik het toen deed en hoe ik het nu doe met rijden? Ja, dat heb ik net al gezegd. Net als gisteren. In Antwerpen. Ja, oké. Okay, dat is één keer en nooit weer voor mij. Een beetje paniek situatie. Ja. Je hebt twee navigatiesystemen. Één van je auto en één van je telefoon. Je auto zegt ga links, je telefoon zegt ga rechts. Ja. En dan? Ja, maar helemaal ook mijn auto en navigatie zei eerst die kant op en dan weer die kant en dan weer die kant. Ja, welke kant moet ik op? Ja, die ene kant, ja. Hij ging zelf een beetje flipperen. Hij wist het zelf niet meer. Dus hoe moet jij het dan weten? Ja, ja niet. Dat geeft dus verwarring en moeilijkheden. Dus dat, ik zou dat irritant vinden. Dus ik zou zeggen van dan ga ik even erg kijken waar ik langs de kant ga staan. Gaan we even kijken waar moet ik naartoe? Waar ben ik nu? En dan het ding instellen en dan een beetje mijn eigen plan trekken erin. Dat is wat ik zou doen. Ja, dat zou ik ook eigenlijk doen, maar niet in een wild vreemde stad waar ik niet bekend ben. Jo. Maar oké, dit was even weer de random vragen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Hebben jullie zelf vragen voor ons? Stel hem even hier even beneden en dan zien we ons binnenkort snel weer terug bij een nieuwe aflevering Random Vragen.